Ik ben Charlotte Hemelrijk. Ik heb biologie gestudeerd. Ik ben op het moment hoogleraar, dus eigenlijk hooglerares van zelforganisatie van sociale systemen. En dat houdt in dat wij computermodellen maken van sociale systemen, waarin we individuen weergeven die we in de ruimte laten bewegen. En die geven we heel eenvoudige regels. En dan kijken we hoe de hele groep bepaalde patronen vertoont. Wat vond u nou het leukst tijdens de studie? Tijdens de studie ben ik een jaar voor mijn masters naar Indonesië gegaan. Daar heb ik gezeten in het Gunung Leuser Reservaat op Sumatra. En daar heb ik apen bestudeerd. Dus java-apen, dus 's ochtends 6 uur op, bij de boom staan waar de groep geslapen heeft. De apengroep volgen met zo'n recordertje, inspreken wat ze doen per minuut en dan dat doe je per vrouwtje of per mannetje. Je kijkt meestal naar één geslacht en dan elke 10 minuten neem je nieuwe dieren op en rapporteer je wat voor dieren het zijn. Dus die zitten dan heel hoog in de boom, zo'n 40 meter boven je. Dus dat is heel moeilijk. Maar op een gegeven moment zie je dat en dan ja. Dus daar, dat vond ik het mooiste in mijn studie. En daar ben ik ook, later ben ik ook gaan promoveren op apengedrag. Wat we nu dus doen, ik heb nu een eigen onderzoeksgroep. We kijken naar hoe eenvoudige regels in computermodellen doen we het. Hoe eenvoudige regels tot complex gedrag kunnen leiden. Bijvoorbeeld, je hebt heel veel viszwermen en daar zie je ook bijvoorbeeld speciale eigenschappen aan. Ze hebben een langwerpige vorm, ze hebben hoogste dichtheid aan de voorkant. En wij kijken hoe kunnen ze dat doen. Heel veel mensen verklaren het adaptief, maar wij kijken hoe kunnen ze het doen. Wat je dus bij spreeuwen ziet, is dat ze zwermen, in heel ingewikkelde zwermen, voordat ze gaan slapen, boven een zogenaamde slaapplaats, een roosting area. En in het model kunnen we dat ook creëren, doordat we aan dit model, waarin ze dus groeperen, niet willen botsen en dezelfde kant op willen gaan, toevoegen dat ze op een beperkte ruimte willen blijven, boven het slaapgebied, en dat ze echt vlieggedrag hebben. Dus dat als ze door de bocht gaan, gaan ze zo, banking, dus hellen over hun schouders. En dat leidt ertoe dat je alle ingewikkelde bewegingen krijgt in die zwermen. Nou, laat je nooit afschrikken door beta-wetenschappen. Doe wat je het leukste vindt. En doe het een beetje fanatiek. Kijk maar wat minder tv. Dat zou mijn advies zijn.